Het boek Love, A History of Hate in Suriname is gisteren gepresenteerd aan het publiek. Auteur en samensteller Patrick Liesdek heeft ruim 6 jaren de geschiedenis van de LGBTQ in Suriname op schrift gesteld. Het boek beslaat een periode van ruim 3 eeuwen en is een primeur voor Suriname en de regio. Liesdek belicht vele facetten van deze geschiedenis. Van literatuur tot wetgeving en van taboe tot een roep om gelijkheid. Deze boekpresentatie was mede in het licht van Pride Month, dat onderdeel is van het project Stand With Us. Liesdek gaf aan waarom het boek in het Engels is geschreven. Het boek telt 366 pagina's, is uit de periode 1692 tot 2021, is in het Engels. Omdat het van met af aan duidelijk was dat deze geschiedenis in een breder perspectief bezien moest worden en een significante relevantie heeft voor de strijd voor basismensenrechten in bijna alle landen van de wereld. Dat is dus de keuze voor het Engels geweest. Ik lees voor jullie uit het boek enkele korte voorgeselecteerde passages uit hoofdstuk 2.2. The houses, safe spaces where we socialized. We pakken het verhaal op in de 1960s. Ongeveer jaren 15 na de Tweede Wereldoorlog. En dit stuk is dan in het Engels. De Matties en de Lobbysingi parties, common for almost a century by then, were in full swing. While at the same time their male counterparts would in contrast be ridiculed if their homosexuality became known. Volgens spoken word artist Sulile Blinker is er geschiedenis geschreven met dit boek. Aan haar werd gevraagd om een fragment uit het boek te lezen. Blinker vertelt waarom ze voor het specifieke hoofdstuk heeft gekozen. En in de intro, The Journey, you should all read it, heeft hij iets geschreven dat mij als woordkunstenaar heeft gegrepen. Want hij heeft eigenlijk in een aantal woorden, heeft dit heel boek eigenlijk weergegeven. Maar dan vanuit zijn perspectief. Dat is voor mij belangrijk. Deceived, betrayed, denounced and accused over misconceived perceptions, tried not by justice, not by peers, but by a tribunal of self-proclaimed righteousness, mocked, tortured, coerced into confessions, and crucified, slaughtered, executed, and denied all rights. Het boek is mede gefinancierd door de Europese Unie. Met steun van de EU willen de organisaties Stand With Us, Projecta en Parea Suriname een breed draagvlak bereiken voor de erkenning van LGBTQ+rechten in Suriname.